Ja. Oranje. Ja. Jongens, fijn dit gesprek. Jongens, fijn dit gesprek. Ik let ook op de klok. Ik verzoek de gevierde getuige binnen te leiden. Menselijke commissie. Heren. Goedemiddag iedereen, ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Van der Zouw. Meneer Van der Zouw, ik heet u welkom namens de parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het stelsel van coöperaties en naar incidenten. En daarom willen wij weten wat er is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag hebben we het vooral over derivaten in de coöperatiesector, al of niet gerelateerd aan Vestia. En in dat verband, meneer Van der Zouw, wordt u zelf gehoord als getuige. Het verhoor is onder ede. In dit verband heeft u ervoor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even opstaat. Mijn naam zegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat nu onder ede, meneer Van der Zouw. Neemt u plaats. Ik verzoek u de microfoon aan te laten staan. We gaan beginnen met het openbaar verhoor. Meneer Van der Zouw, vanaf 2004 is Vestia op grote schaal derivaten gaan kopen. In eerste instantie vooral bij Fortis en ABN AMRO. Daar komen dan later Deutsche Bank bij op grote schaal en ook andere buitenlandse partijen. Nou, Fortis en ABN AMRO die fuseren in 2010. En dan komen beide portefeuilles uiteindelijk samen, de derivaten portefeuilles van beide voormalige banken bij Vestia. Naar aanleiding van het jaarverslag 2008, jaarrekening 2008 van Vestia, heeft ABN AMRO een gesprek met Vestia, waarin om meer informatie wordt gevraagd. Nou, die geleverde informatie van Vestia, die vindt ABN AMRO volgens onze commissie althans ontoereikend. En dan wordt er nog nadrukkelijker om meer informatie gevraagd. Vestia weigert, ABN AMRO zet de relatie op een laag pitje. Meneer Van der Zouw, u speelde zelf een rol in dat proces en daarom hebben wij wat vragen voor u. Het woord is aan de heer Bashir. En meneer Van der Zouw, u bent dan al een jaar of 15 werkzaam als risk manager bij ABN AMRO. U had niet de rol van verkoper, maar wel was u betrokken vanuit uw functie bij het al dan niet af- of goedkeuren van derivatencontracten. U kon een transactie goed of afkeuren. En dan is mijn vraag, heb ik zo uw rol goed samengevat? Niet helemaal. Onze riskafdeling is natuurlijk wat groter dan één persoon. Kunt u misschien wat harder spreken? Want, ja, sorry. Ja. Onze riskafdeling is natuurlijk wat groter dan één persoon, ook op onze handelsvloer. We hebben een zeer groot riskapparaat van enige honderden mensen. En die beoordelen de voorstellen die gedaan worden om kredietlimieten goed te keuren voor de relaties van de bank. En onderdeel van een aantal relaties is dat er ook gehandeld wordt op de vloer in derivaten of in geldmarktproducten. Ja, en u zelf, u was betrokken bij Vestia. Ik zit Vestia zelf op de handelsvloer als hands-on risk manager. Wij willen graag hands-on controle hebben van wat daar gebeurt.
En daar hoort ook bij, als er problemen zijn of als dingen opvallen, om daar op te springen en dan te kijken of er, dat wel acceptabel is, of dat wel of niet ingegrepen moet worden. En ik ben dus hands-on risk manager op de handelsvloer. En uit dien hoofde ben ik diverse malen bij Vestia betrokken geraakt. En de laatste jaren zelfs zeer intensief. Ja, meneer Van der Zouw, u vertelde van dat er 800, 900 mensen werken bij de risk management van ABN AMRO. Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar honderden. Ja. Honderden. Welke andere afdelingen zijn eigenlijk betrokken bij ABN AMRO als het gaat om transacties met woningcoöperaties? We hebben drie lijnen. Een drielijn defensiesysteem, dat is de eerste front office, die heeft de dagelijkse contacten. Die doet ook de transactie, die dienen zelf ook de risico's te beoordelen en te nemen. Dan hebben we een tweede lijns defensie, dat is risk management. En we hebben ook dan nog een derde lijn defensie, dat is internal audit. En ook nog een juridische afdeling, neem ik aan. We hebben een juridische afdeling, we hebben ook een afdeling compliance. Ja. En dankzij de toenemende regelgeving dijt die uit, uiteraard. Ja, ja. Meneer Van der Zouw, was in de jaren 2008 en 2009 de markt van woningcoöperaties een belangrijke markt voor ABN AMRO? We moeten wel onderscheid maken tussen ABN AMRO en Fortis. Voor ABN AMRO waren de woningcoöperaties een van de klantensegmenten. Niet zeg maar de belangrijkste klantensegment. ABN AMRO bestond zeg maar voor de splitsing uit een zeer grote bank met een Nederlands netwerk, maar ook een investment wholesale bank die op grote schaal derivaten handelde. En in toende tijd, in dat verband, was de handel met woningcoöperaties zeg maar een beperkt deel van wat er op de handelsvloer gebeurde. Bij de Fortis kant, voor Fortis Nederland, waren de woningcoöperaties wel een zeer belangrijke klant, zeg maar, ja, als percentage van totaal. En als u nou, als we ons beperken tot, nu even nog tot ABN AMRO, ABN AMRO, had die de beschikking over alle type derivaten, om die te kunnen verkopen aan woningcoöperaties? Er zijn natuurlijk heel veel soorten derivaten. Zeker in die tijd was onze handelsvloer erg creatief. Maar bij mijn weten zijn er maar twee soorten derivaten gedaan met woningcoöperaties. Dat zijn gewone swaps, renteswaps en swaptions. Dus niet een breed palet aan derivaten, exotische producten? Nee, bij mijn weten niet. Nee. Nee, nee. En was Vestia eigenlijk een populaire klant voor de banken, bij de banken? Dat was zeker een populaire klant van de banken, ja. Zij hadden grote volumes de banken wilden graag zaken doen met Vestia? Ja, maar ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen zeg maar tot 2009 en dan vanaf 2009, want de Nederlandse bank, ik heb zojuist ook het verhaal gehoord van mijn collega van de ING. In 2009 heeft de ING zijn twijfels geuit en de relatie beëindigd. En dat hebben wij ook gedaan. Wij hebben de handel begin 2009 als ABN AMRO ook stopgezet, de positie vergrotende trades. Ja, ja, maar daar komen we zo meteen op terug. Daar kun je vanuit gaan. Maar het gaat mij nu meer om de grootte van de derivatenportefeuille van Vestia. Ja, kijk, als je de concurrentie kijkt, tussen banken om Vestia toch voor zichzelf te winnen. Klopt dat? Om het begrip bij u wat te vergroten. Ja. Begin 2009, de portefeuille, want er werd al gerefereerd aan het jaarverslag 2008. Toen was de basispuntwaarde van de portefeuille 6 à 7 miljoen, dat staat ook in het jaarverslag. Dat wil zoveel zeggen dat als de rente 1% zakt, dat er een mark-to-market van 600 à 700 miljoen ontstaat. Dat was al zeer groot, dat vonden we al eigenlijk zo groot dat we daar toch wel ernstige twijfels bij hadden.
op het moment dat de boel klapte, dat is de basispunt. Maar meneer Van der Zouw, 20 miljoen, meneer Van der Zouw, drie keer zo sorry groot. Dat ik je onderbreek, maar dat was niet mijn vraag. We komen daar al zo meteen op terug. Ja. De voorzitter die zal daar uw vraag over stellen. Ja. Maar ik wil nog even terug naar hoe het begonnen is. Dan bouwen we het wat chronologisch op. Ja. Toch nog terug naar jaren 2008, 2009. Ja. U zei van ja, Vestia was een grote klant. Iedereen longte naar Vestia. Mensen wilden zaken doen met Vestia. Klopt, en ja. Daar wilde ik meer over weten, van hoe dat nou uitzag. Had u veel concurrentie met andere banken? Hoe ging dat nou in zijn werk om toch Vestia voor uzelf te winnen? Bij het afsluiten van de contracten ben ik toen niet betrokken geweest. Ik ben pas zeg maar zelf betrokken geraakt eind 2008, omdat toen de rente zo zakte. En de collateral calls moesten worden uitgestuurd onder de ESTA CSA's naar diverse woningcorporaties. En er waren er een paar die daar gewoon niet aan konden voldoen. En als riskmanager werd ik gevraagd om dat te helpen oplossen. En daar hebben we ook bij een paar woningcorporaties hebben we ook een speciale regeling getroffen, waardoor dat zeg maar probleem enigszins werd opgelost. Toen viel ook op dat Vestia een van die corporaties was die flink moest storten. Die hadden op dat moment geen probleem met liquiditeiten. Marcel de Vries was toen op dat moment wel zo verstandig om voldoende cash en beleggingen achter de hand te houden om collateral calls te voldoen. Maar de grootte van die collateral calls en de grootte van die portefeuille was voor mij wel aanleiding om te zeggen, hé, waar zijn de heren van Vestia mee bezig? En we hebben nu een portefeuille uitstaan, die vind ik al behoorlijk fors. Ja, ja. En ik wil met die man praten, want... Want wat voor klanten was Vestia voor ABN AMRO? U zag Vestia als een professionele partij? Wij zagen Vestia als een professionele partij. En wat betekent dat dan concreet? Dat betekent concreet dat, zeg maar, ik ben geen MIFID-expert, geen zorgplicht-expert, maar dat we ervan uitgaan dat ze onder ESTA CSA handelen. En dat zij zelf zeg maar nadenken over wat voor contracten ze willen afsluiten. In het algemeen was het ook zo dat hij opbelde en dan de diverse banken om een prijs vroegen en dan tegen elkaar uitspeelde. Dus u zegt eigenlijk een professionele partij, dat betekent dat de woningcoöperatie dan zelf een afweging mag maken van wat voor producten zij willen. Zij bellen dan. En de bank draait in feite. Daar komt het op neer, ja. Ja. En er komt bij dat meneer De Vries stond in woningcoöperatieland bekend als de goeroe, het orakel. En werd ook als zodanig op congressen en door het WSW en het CFW naar voren geschoven. Dus dan is het moeilijk om dan te gaan zeggen van meneer, bent u wel professional? Ja, ja, en waarom is Vestia ingedeeld als een professionele partij? Hoe kan dat? Dat was op basis van de toen geldende criteria, bij mijn weten. En wat waren die criteria? Waarom is dat zo gelopen? Ja, dat moet ik helaas het antwoord op schuldig blijven, want dat ja. Is niet had mijn had dat ook te maken expertise. Met de autoriteiten van de financiële... Een man van Vestia, namelijk de kasbeheerder, die toch als een autoriteit gold in de sector, voor velen? Nee, er zijn objectieve criteria voor om partijen als professioneel te kwalificeren. En gezien de omvang van de woningcoöperatie, lag het voor de hand om zelfs professional te kwalificeren. Ja. En op welke wijze werd dan de risico's van een woningcoöperatie beoordeeld? Waar lette u dan op? Bij het aangaan van transacties? Net zoals dat voor alle klanten geldt, worden kredietrevisies geschreven. Wordt een analyse gemaakt van het jaarverslag van de betreffende corporaties. En dat is ook voor Vestia gemaakt. En er was op dat moment in 2008...
zeg maar weinig aanleiding om eraan te twijfelen. Want ze hadden bij mij weten toen maar enige miljarden leningen. En dan dacht een WOZ-waarde van boven de 10 miljard. Dus de verhoudingen waren, ja, was niet veel op aan te merken. Ja. Hoe is kort eigenlijk Vestia? Hoe bedoel je? Als het om de risico's ging bij het aangaan van transacties in 2008, 2009? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Op hoe scoort, maar blijkbaar goed genoeg, want ABN AMRO deed zaken gewoon met Vestia. Er zijn, worden kredietlimieten afgesproken, ja, zeg maar voor goedgekeurd waaronder gehandeld kan worden. En tot die limiet mag zo'n partij dan handelen. En met wie had u het meeste contact bij Vestia? Met Marcel de Vries. Met Marcel de Vries. Wat vond u eigenlijk van de organisatie van de Trussery-afdeling? Niet goed. En daarom zijn we ook gestopt. En wanneer kwam u erachter dat dat niet goed was? Begin 2009. Ja, ja. Daar komen we zo meteen op terug, zoals beloofd. Maar nu even nog naar het type producten. Want u zei van ja, eigenlijk hebben wij bij ABN AMRO maar twee soorten derivaten verkocht aan Vestia. Nou, verkocht is eentje niet, verkocht, een, eentje gekocht. Misschien verkocht is misschien niet het juiste woord, want het zijn contracten die tussen twee gelijkwaardige partijen worden afgesloten, principal-to-principal transacties. Ja. En ja, wij sluiten een contract met elkaar af voor de uitwisseling van bepaalde geldstromen. Ja, kunt u daar nader op ingaan, om welke producten het ging? De producten die in het algemeen die ik gezien heb zijn plain vanilla renteswaps. Dat zijn recht toe recht aan renteswaps. Ja. Gewoon ordinaire producten die echt de risico's hebben. Ja, en swaptions, extendable swaps. Ja, en gestructureerde producten? Ik weet het niet met 100% zekerheid, maar bij mij weten we waar de producten die ABN AMRO heeft verkocht, gewone swaps en swaptions. Ja, die recht toe, recht aan producten, die zijn gewoon gebruikelijk in de sector. En niet alleen in de sector, maar als het gaat om afdekken van risico's. Op dit moment wordt er wat anders tegen aangekeken, ja. Maar toen werd dat wel als gebruikelijk beoordeeld. Ja. En dat is, als u kijkt naar de WSW-lening en de criteria voor WSW-lening op dat moment, werden dezelfde derivaten ook toegestaan om zeg maar te incorporeren in WSW-leningen. Dus die swaptions die zitten ook in WSW-leningen. Ja, dus maar met dan andere die swaptions woorden, waren dus door de toezichthouders goedgekeurd. Ja, de derivatenportefeuille van Vestia is bestudeerd door Cardano. En zij hebben de producten gecategoriseerd. En zij hebben gezegd dat die swaptions ingedeeld moeten worden onder categorie giftig. Omdat zij natuurlijk liquiditeitsrisico's met zich meebrengen en niet bijdragen aan het afdekken van renterisico's. Wat vindt u daarvan? Het woord giftig lijkt me niet, lijkt me niet een correcte kwalificatie. Ook niet als je je hele portefeuille volgooit met die swaptions? Nee, als we het hebben over wat was nou het probleem bij Vestia, ja, is dat er op het moment dat het klapte gewoon sprake was van speculatie. En niet in geringe mate. Begin 2009 was de portefeuille al wellicht te groot. Maar die portefeuille is daarna nog verdrievoudigd, met name met buitenlandse banken. Met andere woorden, er was gewoon sprake niet van hedging, maar er was sprake van speculatie op zeer grote schaal. En dat is veel belangrijker dan, denk ik, dan een maar paar die speculatie rare producten die in de portefeuille zaten. Kijk, wat Vestia deed, was swaps afsluiten voor 30, 40, 50 jaar. Of swaps plus swaptions voor 30, 40, 50 jaar. En omdat de rente zo zakte, maakt het niet eens zoveel uit of het een swap plus een swapje is of een lange swap. Omdat als die swapje heel erg in de money gaat, dan begint die heel veel te lijken op een swap. Ja, ja. En maar er was dus gewoon sprake op het moment dat de boel klapte van u hebt het, u zegt eigenlijk van Vestia speculeerde met derivaten.
Zwaar. Maar als we kijken naar de portefeuille, dan zien we wel dat daaruit blijkt dat ze het meeste verlies hebben gemaakt met swaptions. U zegt, ik zou ze niet te giftig willen noemen. Maar dat komt omdat die swaptions, dat zijn, als je kijkt, een swap van 20 jaar plus een swapje van nog eens een keer 20 jaar, dan was die swapte had meestal een lage rente en die swapje een wat hogere rente. Ja. Dat deed hij expres, Marcel de Vries, en dan ging hij vertellen van, kijk, ik heb een hele lage rente in de portefeuille, maar hij vergat er even bij te vertellen van, ja, over 10, 20 jaar moet ik nog een keer 20, 30 jaar een rente van circa 4% rond die, dat percentage zat het ongeveer, gaan betalen. En op het moment dat die rente bij 4% ligt, die lange rente, is dat natuurlijk niet zoveel aan de hand. Maar op het moment dat die rente richting de 2% gaat, wat gebeurde, ja, dan heb je een zwaar market verlies daarop. Ja, ja, en ABN AMRO was een van de partijen die een redelijk aantal swaptions heeft gekocht van Vestia. Ja. In ieder geval was Vestia de verkopende partij. Zij opereerde dus eigenlijk als een verzekeringsbedrijf, voor het geval de rente zou zakken? Dat zou ik niet zeggen. Er is geen verzekering. Ja. Het is een afspraak. Hoe beoordeelt u de rol van ABN AMRO in deze? Begin 2009 hebben we dus al gezegd dat we de handel wilden stopzetten. En zelfs een brief gestuurd die u heeft van we willen meer informatie. En we willen weten hoe de organisatie hier bij u in elkaar steekt qua treasury en toezicht van de Raad van Commissarissen. En daar hebben we geen antwoord op gekregen. En meneer de Vries heeft gezegd, ik wil niet meer handelen met ABN AMRO. En ik boek de hele portefeuille wel over naar een buitenlandse bank. Nou, we hadden niets liever gewild. Alleen, ja, maar dat hebben ze niet gedaan. Nee, nee. Er kwam een nog grotere portefeuille bij u terecht, omdat de Fortis werd overgenomen. Precies. Of althans, moest overgenomen worden. Wij wilden niets liever dan er vanaf. Ja, ja. Want wat was nou het verschil tussen de producten die Vestia had bij ABN AMRO en de producten die Vestia had bij Fortis? Bij mij weten, bij Fortis was het dezelfde soort producten. Alleen vanilla swaps en swaptions met name. Dus eigenlijk hetzelfde, zegt u, als bij ABN AMRO. Hetzelfde soort producten, ja. Als maar meer swaptions. Als je kijkt naar de... Ik heb er later wel eens naar gekeken van die verhouding tussen ABN AMRO en Fortis lag. Ik denk dat de verhouding ongeveer was 1/3... ABN AMRO, 2/3 Fortis, als zeg maar, ja, van het totaal wat we uiteindelijk aan portefeuille hadden. Maar dat is natuurlijk voor ons een beetje een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest. Omdat we per 1 april 2010 fuseerden en kwamen die portefeuilles bij elkaar, waardoor we een relatief hele grote portefeuille kregen. Ja, wat ik ook begrepen heb is dat ABN AMRO doelbewust de portefeuille van Vestia die bij ABN AMRO liep, heeft genoveerd naar Fortis. Met als doel dat we dan uiteindelijk toch weer terugkomen bij ABN AMRO. Waarom heeft hij dat gedaan? Dat hebben de commerciële heren hebben dat zo geïnterpreteerd. Maar dat is niet de juiste interpretatie. Bij de opsplitsing van ABN AMRO in 2008... was Vestia toegedeeld aan de BUNL, aan ABN AMRO BUNL en niet aan RBS. En eind 2009 zat er met het probleem dat de hele portefeuille van ABN AMRO nog op naam van de oude ABN AMRO, CQ, nieuwe RBS Nederland stond. Dus we moesten daar iets mee doen. Ja, maar informeel had ik al begrepen dat RBS... die portefeuille niet wilde hebben. Dus wij konden dat daar niet laten. Dus moest er een oplossing worden gevonden om die portefeuille van Vestia naar de nieuwe ABN AMRO te gaan. Wanneer was dat? Dat was eind 2009. Eind 2009? Dat was de afspraak bij de opsplitsing van ABN AMRO, dat Vestia een klant was en is van
de nieuwe ABN AMRO. Ja, maar als u er vanaf wilde, dan was dat natuurlijk het moment om vanaf te komen. Ja, maar u wilde er niet vanaf? We wilden er wel vanaf. Maar u hebt het wel genoveerd naar Fortis, waardoor dus daarna weer bij ABN AMRO zou komen? Maar ik moest iets doen, we mochten het niet bij RBS laten. Waarom mocht het niet bij RBS dan? Omdat het klant was toegedeeld aan ABN AMRO, de nieuwe ABN AMRO. Ja, ja. Maar als u niks had gedaan, dan was u er vanaf gekomen? Nee, want dat hadden ze niet geaccepteerd. RBS had dat niet geaccepteerd? Nee. Ja. Maar de commerciële heren hebben dat geïnterpreteerd. Maar uiteindelijk werd het wel een hele grote portefeuille, zo alles bij elkaar. Fortis en ABN AMRO bij elkaar gevoegd. Dat was de ongelukkige samenwerking. En toen zag u pas de grootte van de portefeuille? Nee, dat wisten we natuurlijk al. We wilden niets liever dan er vanaf. Maar ja. Dit soort contracten kan je niet eenzijdig beëindigen. En Marcel de Vries die dreigde wel samen met meneer Staal. Die ze, we gaan wel een ander zoeken, maar dat is nooit gebeurd. U zei net ook van het zijn contracten tussen twee gelijkwaardige partijen. Was dat ook gelijkwaardig als het ging om het kennisniveau? Als we het hebben over het kennisniveau en de organisatie, dan is dat aan de bankenkant uiteraard hoger. Ja, dus niet helemaal gelijkwaardig, zegt u. Qua kennisniveau en organisatie niet, nee. Was eigenlijk het Waarborg van Sociale Woningbouw, het WSW, bekend met de verschillende type derivaten die ABN AMRO heeft afgesloten met Vestia? Volledig, bij mijn weten. Eind 2008, toen er wat problemen waren met de collateral calls, dus hebben we direct contact gehad met de heren van dames van het WSW. En daarmee gesproken over de problematiek en hoe op te lossen. Ja. En zij zijn zelf begin 2009 met een voorstel gekomen om een raamwerk voor derivaten te creëren. Een zogenaamde swapfaciliteit. En ik heb ze daar hartelijk voor bedankt en gevraagd of we een goed gesprek met elkaar konden hebben. Dat hebben we ook gehad met diverse woningcorporaties erbij. En of we apart nog een keer konden praten over Vestia, omdat ze hadden een schatting gemaakt van 15 miljard aan derivaten voor de sector. Ja. En ik zeg, ja jongens, dat is de grootste, dus laten we daar eens even apart over gaan praten. Ja, maar de Waarborgfonds die heeft ook producten goedgekeurd, die ook ABN AMRO heeft daarvoor gelegd. Of wij expliciet daarvoor gelegd hebben, dat denk ik niet, want het probleem was de... daar heeft meneer Servat ook net al aangegeven. Je zit ook met de cliëntvertrouwelijkheidsrelatie. Het is natuurlijk heel lastig om zomaar zonder toestemming van een klant met een toezichthouder een klant te gaan bespreken. Dat kan niet. Meneer Van der Zouw, u zei net duidelijk tegenover de commissie. Bij Vestia zaten ze zwaar te speculeren. Ik citeer u zelf. Zeer zwaar, ja. Zeer zwaar. We hoorden van de heren van Capitas vanochtend dat die hebben uitgebreid kennis genomen van de portefeuille van Vestia en Cardano ook. We hoorden van Capitas dat 70% van de totale portefeuille bestond uit het speculatieve deel. Het gestructureerde deel, de swaptions, de ingewikkelde gestructureerde gevallen, die niet meer te linken waren één op één aan het afdekken van renterisico, zoals met Plain Vanilla's gebeurt. Dus 70%. We hebben nu ook gezien dat, u zei het net ook zelf tegen de commissie, dat ABN AMRO als bank ook heel veel van dat soort derivaten verkocht. Hè, de swaptions met name. Dus u zegt nu zelf, ze zaten wel zeer zwaar te speculeren, maar ABN AMRO verkocht wel die producten. Hoe kan onze commissie dat nog rijmen? Wat zegt dat dan over de zorgplicht van ABN AMRO? Ja, wij zijn begin 2009 gestopt. Toen was de basispuntwaarde iets van 6 à 7 miljoen. Was al groot. Toen is geschreven door Deloitte van dat het allemaal hedging is en was. Wij hadden daar onze twijfels al bij. Maar je zou nog... Misschien was dat nog enigszins acceptabel. Ik denk het niet. Maar het is pas echt fout gegaan nadat wij gestopt zijn met de buitenlandse banken. Wij zijn begin 2009 gestopt.
De basispunt waren 6, 7 miljoen. Daarna is die vooral met buitenlandse banken gaan handelen. En op het moment dat de boel klapte, was de basispuntwaarde 20 miljoen, 3 keer zo hoog. Maar heb je dan allemaal even wel degelijk ook swaptions en gestructureerde producten verkocht, toch? Ja, dat klopt. Maar we zijn wel gestopt voordat het echt het zware speculeren begon. Moet ik dat dan opvatten dat u zegt dat voordat het zware speculeren begon, dat ABN AMRO ervan uitging als ze swaptions en gestructureerde producten verkocht in die eerdere fase, dat dat niet te maken had met speculeren door Vestia? Op dat moment waren dat geaccepteerde producten voor hedging. Ja. En als het producten zijn die gezien kunnen worden als hedging, is dat geen speculatie. En wie bepaalde dan of het hedgingproducten waren? Dat zijn natuurlijk niet op elk moment in de tijd is die mening hetzelfde. Maar in dat tijdsbestek, in 2008, 2009, werd dat als hedging gezien. Dat dezelfde producten ook zitten in de leningen in WSW-leningen. De swaps plus swaptions zitten gewoon in WSW-leningen met de handtekeningen van het WSW en de gemeentes eronder. Hmm. Dus daar kan je al laten afleiden dat dat product op dat moment goedgekeurd was. Ja. Ja, nou, ik moet er even aan wennen en dat even laten landen hier, want ABN AMRO heeft zijn houding dus aangepast voor wat betreft het verbinden van een gevolg aan het risico dat samenhangt met producten als swaptions en gestructureerde derivaten. Eerst werd het gewoon verkocht en prima, we verdienden eraan. En daarna zegt hij van ja, maar het is wel zo zwaar speculeren, laten we dat toch niet stoppen. Nee, maar het hedging en speculeren staat een beetje los van de producten. En als je op een gegeven moment weet dat je 1, 2 miljard nieuwe leningen moet aantrekken voor 30, 40 jaar. Als je dat zeker weet dat je dat volgend jaar moet aantrekken, dan kun je besluiten dat je zeg maar de funding daarvan en het rentemanagement uit elkaar trekt en alvast een swap doet voor die 1 of 2 miljard leningen die je gaat aantrekken. Dat is hedging. En dat kan je acceptabel vinden. Maar op het moment dat je in plaats van 1 à 2 miljard swaps 6 à 7 miljard swaps gaat doen, of nog veel meer, ja, dan is het geen hedging meer, dan is het speculatie. Ja, en daar hebben we het over. Dat was het grondprobleem. Maar op het moment dat Treasurer de Vries van Vestia een swaption uitschrijft en die wordt gekocht, in dit voorbeeld de ABN AMRO, dan krijgt Vestia daar een premie voor. Vestia drukt daar weer mee de rentelasten. Maar je neemt daarvoor het risico op lange termijn. Dat bouw je in. Het is een zeer risicovolle product, dat hebben we ook van Capitat gehoord. Dus daar zit dan toch weer dat speculatieve element in op lange termijn. U zegt maar ja, in die tijd was er sprake van hedging. Maar kun je dat dan even toelichten wat er dan gehedged is, terwijl je gewoon met dat speculatieve product bezig bent, dat niet gelinkt is aan een concrete lening met een variabele rente bij Vestia? Om een ander voorbeeld te nemen, als er valutatransacties worden gedaan, kan je dat gewoon één op één doen. Ik koop van u op een jaar dollars tegen euro's, maar je kan het ook doen via optiestructuren. Dat gebeurt nog elke dag. Zo kan je met de rente kan je een swap afsluiten. Maar je kan ook een visie nemen dat je zegt, oké, in plaats van 40 jaar een swap te doen, doe ik een 20 jaar swap plus een 20 jaar swaption. En daar zitten bepaalde voor- en nadelen aan. Er zitten niet alleen nadelen aan, er kunnen ook voordelen aan zitten. Dus dat is een bepaalde keuze die je maakt in je hedgingstrategie. Dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn en dat werd in dat tijdvak ook niet als verkeerd gezien, omdat dezelfde structuren zitten in WSW-leningen. Met de handtekeningen van het WSW en de gemeentes eronder.
had ABN AMRO al die tijd, baseerde ABN AMRO zijn derivatencontracten al die tijd op een ISDA Master Agreement met Vestia? Bij mijn weten is in 2005 een ISDA Master afgesloten met een Credit Support Annex. Ah, die CSA, Credit Support Annex, die zat er dus ook al meteen aan vast? Ja, ik meen dat er voor 2005 ook al wat gehandeld was. Maar de min en meer bij toeval was ik daar in 2005 bij betrokken. Wat voor drempel of threshold, met een moeilijk woord, zat er in die CSA? Dat had ik zelf met hem afgesproken. Dat was 50 miljoen op dat moment en die zou naar nul gaan in 2015. Was dat voor ABN AMRO dan een normale zaak om zo'n hoge drempel af te spreken en je dus wat langer moest wachten voordat Vestia zekerheden moest storten? Dat was een drempel die wederzijds geldt. Je moet ook bedenken dat het ook bescherming is voor de woningcoöperaties. Want de woningcoöperaties, de grote, gezien de structuur van het WSW, hebben een hogere rating dan de meeste banken. Dus, maar een andere bank zoals ING die zegt van het moet nul zijn, zo'n threshold. Dat was hun insteek, ja. Wij hebben op dat moment in 2005, omdat er al een zekere mark-to-market was, wilde hij geen nul threshold met ons afspreken. Want dan moest hij onmiddellijk storten. Dus hebben we afgesproken, oké, voor de eerste 10 jaar 50 miljoen en daarna wordt het nul. Die producten waar we het net over hadden, zo'n swaption uitschrijven en zo, was dat allemaal passend voor een woningcoöperatie? Als iedereen als bankier zo naar kijkt. Op dat moment werd het als passend gezien door alle betrokken partijen, inclusief de toezichthouders. Maar jezelf, wat vond u ervan? Daar hebben we het net over gehad. Ik bedoel, het heeft allemaal zijn voor- en nadelen, zo'n product. Het is niet, het probleem zit niet in het product swap of swaption. Het probleem zit hem in de speculatie waar Vestia naartoe is gegaan. Meneer Van der Zouw, eind 2008 dan daalt de rente scherp. Een aantal corporaties met derivaten komen dan in financiële problemen. De jaarrekening van Vestia van 2008 blijkt dat de derivatenportefeuille daar een negatieve marktwaarde kent. Ultimo van het jaar van 762 miljoen euro. ABN AMRO reageert op basis daarvan en wil meer inzicht in het treasurybeleid en de derivatenportefeuille van Vestia. Was het jaarverslag, de jaarrekening, nou de directe aanleiding om die actie richting Vestia te ondernemen? Nee, want we zijn daar al begin maart 2009 geweest. Toen was het jaarverslag nog niet uit. Mm-hmm. De directe aanleiding was de daling van de rente en de collateral calls. Mm-hmm. En dat er fors gehandeld werd. En dat wisten we. Dat diverse corporaties fors gehandeld hadden. En Vestia was de grootste. En de alarmbellen waren min of meer bij ons afgegaan. En toen hebben we gezegd van, we gaan eens even polshoogte nemen. Want we willen geen positievergrotende trades meer hebben voordat we volledig inzicht hebben. En wat me toen al meteen niet beviel is dat meneer De Vries een one-man show was. En dat hij eigenlijk alleen maar gecontroleerd werd door meneer Staal, die alle confirmaties tekende. Dat was voorjaar 2009. De rente daalde eind 2008. ABN AMRO gaat alarmbel rinkelen. U gaat het gesprek aan met Vestia? Ja, we zijn ik meen zelfs januari, februari al gestopt. Mm-hmm. En toen, u zegt net tegen de commissie van dat De Vries dat praktisch in zijn eentje deed. Dat beviel me ook helemaal niet. Maar dat, we zien dat dan niet al die tijd ervoor ook al? Ja, daar ben ik niet zo bij betrokken geweest, eerlijk gezegd. Nou, niemand anders van ABN AMRO die dan getriggerd zou worden door hoe is die treasury eigenlijk georganiseerd daar? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Kijk, u moet ook goed begrijpen dat op dat moment de positie nog niet desastreus was. Hè. Ik bedoel, dat is pas dat wij al gestopt waren gebeurd. Welk type derivaat heeft dan nou gezorgd voor de grootste negatieve marktwaarde? Dat is denk ik niet de correcte
zeg maar, stelling. De correcte stelling is dat de negatieve marktwaarde veroorzaakt is door de daling van de rente, van de lange rente. Het is zelfs zo dat ik kan me herinneren dat ik ben in maart 2011 bij meneer De Vries geweest om te proberen nog zoveel mogelijk de posities en de leningen en de derivaten omlaag te krijgen. We zijn er wel toen in geslaagd om een lening aan een andere bank over te doen. Maar de derivaten die kregen we niet verkocht. Maar in april 2009 kon hij, of april 2011, kon hij gewoon om niet al onze derivaten beëindigen. Mm-hmm. En waarschijnlijk ook bij de andere banken. Dus zeg maar in april 2011 kon hij gewoon zijn posities reduceren zonder dat dat pijn deed voor Vestia. En gewoon om niet. Waarom is het niet gebeurd? Ja, dat vraag ik, dat snap ik ook niet. Zeker niet omdat er sprake was van enorme speculatieve posities wat wij niet wisten. Omdat die geen inzicht gaf. En dat ze zo groot waren, dat kwam pas zeg maar in de tweede helft van 2011 boven water. Maar waar maakte u zichzelf nou toen dat jaarverslag uitkwam 2008 en eerder die rentedaling? Waar maakte u zichzelf nou de meeste zorgen om en welke informatie zocht u daarna? Twee dingen. Volledig inzicht in zijn derivatenposities in combinatie met zijn leningen. Want ja, als je 5 miljard leningen hebt en die leningen die lopen allemaal, daarvoor is de rente al 30 jaar vastgezet, dan hoef je ook niet nog eens een keer 5 miljard aan derivaten te hebben. Dus je moet gewoon inzicht vragen om het werkelijke plaatje te krijgen naar de details van de derivaten en de leningen. En punt 2, ja, je wil weten hoe de interne organisatie en toezicht is geregeld. Mm-hmm. En of er policies en procedures zijn. Dus op 3 maart 2008, 2009 denk ik, leidde dat tot een gesprek met De Vries. Ja. Welke informatie kreeg je toen van hem? Een deel kregen we informatie, maar ik vond het niet voldoende. Met name was hij niet zo helder over, zeg maar, De verlenging die er in die swaps plus swaptions zat. Hij gaf al een plaatje, maar niet echt een volledig inzicht in mijn optiek. En hij gaf ook geen antwoord op de organisatie. En hoe ging dat in de tussentijd met de handelaren op de trade floor van ABN AMRO? Wilden die nog transacties doen met Vestia? Nou, die wilden dat ik er naartoe, met hun naartoe ging om te kijken of we het vlot konden trekken. Dat is, om nog de handel daarna voor te zetten. Ja, maar dat hebben we niet gedaan. Vervolgens schrijft ABN AMRO op 8 mei 2009 een brief van Vestia met een verzoek om toch meer inzicht te krijgen in derivatenportefeuille. Ja. Vanwege de zorgplicht van de bank staat erin. Ja, dat was een kapstok. Dat ging ons meer om de risico's voor ons. Ja. Dus die zorgplicht was een kapstok. De risico's voor de bank. Had u zich eerder al zorgen gemaakt? Ja, ik was er natuurlijk al een paar maanden eerder geweest. Dat was een direct gevolg van van het bezoek wat we gebracht hebben en interne discussies. Het was niet zo dat ik zeg maar roepende in de woestijn was binnen onze bank. Als die zorgplicht de kapstok was, omdat u zich zorgen maakte vooral om uw eigen risico. Is er wel eens überhaupt een product geweigerd dan wel niet aangeboden door ABN AMRO, kijkend naar die zorgplicht? Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Derivaten ontraden misschien aan klant Vestia? Daar ben ik niet bij betrokken, want toen ik er echt bij betrokken raakte, eind 2008, 2009, hebben we direct stopgezet. Dus ik ben er niet bij betrokken geweest bij die trades. In het begin hadden we over het professionele niveau van Vestia als klant voor u. Een hele grote club, dat de zorgplicht dan erg beperkt is. Maar in zo'n brief gebruikt u het dan wel als kapstok. Ja. Ja, we wilden gewoon, wij waren natuurlijk toch benauwd voor de risico's en onze reputatie. En ja, we wilden gewoon weten, geef ons het volledige plaatje en vertel ons hoe dat georganiseerd is bij jullie. En de risico's en reputatie van Vestia? Speelde dat? Onze eigen reputatie natuurlijk ook.
Ja, dat zegt hij net, met de risico's en verversie aan de reputatie van Vestia als woningcorporatie. In hoeverre speelde dat dan nog een rol bij die kapstok? Wij willen natuurlijk ook niet betrokken worden bij een situatie waar sprake is van speculatie. Hoe reageerde nou Vestia op die brieven nu van 8 mei 2009, waarin u meer informatie wilde? Gepiekeerd. En er kwam bij dat we dezelfde tijd op 13 mei hebben een vergadering gehad bij het WSW. Daar zat Marcel de Vries bij en diverse andere woningcorporaties. Dat ging over het voorstel van WSW, over hoe ze de risico's wilden beheersen. En had kennelijk begrepen dat ik gezegd had tegen de WSW dat ik gewoon apart over Vestia wilde praten. En daar was hij zwaar over gepikeerd, dus hij had het überhaupt al niet op mij begrepen. En de reactie die ik via onze front office kreeg was dat de heren Staal en de Vries het helemaal gehad hadden met ABN AMRO. En dat ze dan wel een andere bank zouden zoeken die onze portefeuille zou overnemen. Wat deed ABN AMRO vervolgens? Heeft u daarna nog derivatentransacties gesloten met Vestia? Nee, want dat had wel stopgezet. Wij hebben als commissie begrepen dat voor de jaarrekening van 2008 en daarna ook 2009... dat accountant Deloitte aanvullend onderzoek liet doen door specialisten. Kent u die rapporten van Deloitte? Die heb ik kopie van gekregen. Dat was een onderzoek naar of er sprake was van dat ze de derivaten die Vestia afsloot kwalificeren voor hedge accounting. Dat rapport van die specialisten van Deloitte, dat is volgens ons 3 pagina's. Dus dat heeft u ontvangen, zegt u? Ik dacht dat ze wat meerdere pagina's waren, hoor. Daar heb ik later kopie van gekregen. Ja, niet dat dat veel toe deed, omdat we toch al gestopt waren. Volgens onze informatie is het 3 pagina's, maar gaf dat rapport een goed beeld van de risico's van de derivaten en een volledig beeld? Ik denk niet dat het zo was dat de omvang van die derivaten verborgen waren en niet gemeld werden in het jaarverslag. In ieder geval in 2008 en het jaarverslag 2009 stond toelichting stonden de mark-to-market, er stond een beschrijving van de derivaten. De crux van de zaak is, en daar is natuurlijk ook de discussie met KPMG later over gegaan, van of de derivaten die Vestia deed kwalificeerden voor hedge accounting en hedges waren. Hm. En op dat moment, Deloitte vond dus van wel, zo lees ik die rapporten. Daar heb ik al zomaar twijfels over of dat in 2008, 2009 het geval was. Maar daarna is die portefeuille nog eens verdrievoudigd. En toen was er zeker geen sprake van hedging, was het speculatie. Ja, want dat is de crux. Ik bedoel, hebben we het over hedging of speculatie? Even kort terug, wat waren dan nou precies de consequenties van het feit, enerzijds dat Vestia niet meer informatie wilde geven, anderzijds het feit dat ze wel dat rapportje van Deloitte hebben gestuurd, waarvan die zei, we hadden toen al twijfels of er wel allemaal sprake was van hedging. Wat had dat nou voor consequenties voor de opstelling van ABN AMRO naar Vestia? Nou, die rapporten van Deloitte werden de front office ook naar mij toegestuurd. Kan dit wellicht je mening veranderen? Kan dit wellicht de mening van de riskafdelingen van ABN AMRO veranderen? Mm-hmm. Die mening hebben we niet veranderd, nee. Wij vonden dat we niet onvoldoende inzicht kregen en ook de organisatie ontoereikend was. Meneer Bashir. Meneer Van der Zouwen, u zegt van wij wilden geen zaken meer doen met Vestia. Maar in 2012 is door ABN AMRO nog het een en ander aan transacties gedaan met Vestia. Klopt. Hoe kan dat? Daar waren we heel blij mee, want dat waren tegengestelde transacties. Dus dat waren transacties die het risico verminderden. Ja, het ging om minstens 1,6 miljard. Die cijfers kloppen niet. Die zijn, moet u wat anders interpreteren. Laten we zo zeggen, hoe het precies ging, is dat in januari 2012...
belde Cardano op van we willen wat trades tegensluiten. En toen had ik inmiddels al in de markt geruchten gehoord dat er iets aan de hand was. Dus toen heb ik Marcel de Vries aan de telefoon gevraagd erbij. Ik zei, jongens, waar zijn we mee bezig? Hè? En, zit je in de knel? Is er een probleem dat we uit de markt horen? Wil je tegensluiten? Nou, dat mag. En toen hebben we een paar honderd miljoen tegengesloten. Toen hebben we de heer op het matje geroepen in januari 2012. En toen hielden de heren Wevers en de Vries nog steeds vol dat er sprake was van hedging en geen speculatie. En dat ze absoluut geen liquiditeitsprobleem hadden. Dus ja, bij verbazing dat aangehoord, daar klopt er natuurlijk niks van. Ja. En vervolgens is er gezocht in overleg met het WSW en het ministerie naar oplossingen. Toen is bedacht van we laten een deel van die mark-to-market doorzakken. En dat is eind februari gebeurd. En toen, ja, dat telt ook als een aantal transacties. Ja. Maar het waren dus allemaal risicoverminderende transacties, geen nieuwe natuurlijk. En dan toch nog even terug naar dat verschil tussen speculatie en hedging. Want dat is nog steeds mij niet duidelijk. Want u zegt van ja, een swaption kan gezien worden als hedging. Ja. Maar in dit geval was Vestia degene die het uitschreef, dus verkocht aan de bank. Hadden ze niet beter het moeten kopen van de bank? Dan was het natuurlijk wel hedging tegen daar aan de rente. Dus kunt u ons nog even uitleggen van waarom u het wel als hedging ziet? Ja, aan het kopen van een optie zitten ook weer voordelen. Als je een optie koopt, moet je een premie betalen. Als die vervolgens out of the money eindigt, heb je premie voor niks betaald, kan je zeggen. Maar dus je hebt jarenlang wel aan Vestia premie betaald. In dit geval ging die in de money. Maar, dus u zegt van, ja, er zitten nadelen aan, maar je hebt er zelf wel jarenlang aan gedaan. Elk product heeft zijn na- en voordelen. Kijk, elke transactie kan je achteraf zeggen dat je na voordelen bent. Vervelende voor de woningcorporaties. Dus kijk, die hebben natuurlijk hele lange assets, die huurwoningen, waar je lange leningen tegen zet. En als op een gegeven moment de rente omhoog gaat, terwijl de huren niet omhoog gaan, is het natuurlijk ook heel vervelend. In dit geval voor de woningcorporatie is het vervelender dan achteraf gezien dat de rente gedaald is. Maar voor bijvoorbeeld pensioenfondsen is het omgekeerde gebeurd. Pensioenfondsen hebben zich natuurlijk ook gehedged met derivaten en die hebben er enorm voordeel bij. Ja, maar zij hebben het gekocht in plaats van verkopen. Zin? De pensioenfondsen hebben dus swaptions gekocht in plaats van ze te verkopen. En daardoor hebben ze geprofiteerd. Die kunnen, ja, in het algemeen zullen ze die gekocht hebben. Meneer Van der Zouw, maakte ABN AMRO wel eens gebruik van tussenpersonen bij derivatentransacties in de corporatiesector? Nee, absoluut niet. ABN AMRO, dus ik heb het dan niet over Fortis. Bij ABN AMRO is bij mij weten nooit een dubbeltje betaald. Bij Vestia. En Fortis dan inderdaad, maak je die wel gebruik van tussenpersonen bij die derivatentransacties in de corporatiesector? Daar ben ik later achtergekomen, ja. Wanneer kwam je daarachter? Om precies te zijn gingen al alle alarmbellen bij mij af in augustus 2010. Wat gebeurde er in augustus 2010? Toen kwam er een grote fee-betaling op tafel. En waarop ik zei, wat is dit? En toen bleek dat in de jaren daarvoor dat gebruikelijk was geweest om forse fees te betalen bij Fortis. En toen wist je ook aan welke tussenpersonen? Ja. Wie? Aan meneer Greven van FIFA. Ook nog een andere tussenpersonen? In zaken Vestia niet, dacht ik. Niet bij mij weten. Wat ik heb begrepen is dat Fortis betaald heeft aan meneer Greven van FIFA. Niet een andere? Bij Vestia niet, nee. Bij mij weten niet, nee. Ik ken u FIFA eigenlijk, dat dus optrad als een soort intermediaire richting Vestia? Nee, ik kende ze niet. En ik moet u ook eerlijk zeggen, toen we daar achter kwamen in augustus 2010, hebben we daar onmiddellijk een eind aan gemaakt en gevraagd intern om dat te onderzoeken.
De heren Greven van Dijk en Postuma, dat waren de partners binnen FIFA. Die kende u ook allemaal niet? Die kende ik niet, ja. Is er ooit gesproken met iemand van die mensen van FIFA of partners of een overeenkomst op basis waarvan coöperaties bij ABN AMRO geïntroduceerd zouden kunnen worden? Ik heb niet met ze gesproken. Het was zo dat er in augustus kwam er dus een behoorlijke fee-betaling op tafel. Daar heb ik overlegd met onze commercieel management. En ze zeiden, jongens, en die waren dat roerend met me eens van ABN AMRO, dat doen we dus niet. En dit is de laatste keer, als we verplicht zijn om te betalen, zijn we verplicht om te betalen. Maar dat is meteen afgelopen. En ik heb wel begrepen dat er toen nog wel een gesprekje is geweest met meneer Greven. Maar daar zijn we niet verder op ingegaan. Het contract hebben we onmiddellijk beëindigd. Want wat is nou de grote verschil in benadering tussen dan Fortis, die dat blijkbaar wel vaak deed, die sprak over grote bedragen betalen aan een tussenpersoon, enerzijds aan ABN AMRO, anderzijds, waarom zei ABN AMRO meteen ho, stoppen, doen we niet. Maar bij Fortis was het dan schering en inslag. Wat is nou het grote verschil? Ja, ik bedoel, dat zijn andere. Mensen maken verschillende inschattingen. En aan de ABN AMRO kant was de mening van dat doen we niet. En als je dat doet, doe dat dan zeg maar op een volledig transparante en doorzichtige wijze. Wist u ooit, of had u gehoord of geruchten gehoord, dat er een deel van die fees wat doorbetaald aan de treasurer van Vestia, meneer De Vries, in de vorm van kickbacks? Dat heb ik pas, zeg maar in 2012, zeg maar kwam dat echt op tafel. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel zo mijn twijfels had over de relatie tussen de drie heren die hier maandag geweest zijn. Hoe bedoelt u dat? Kun u dat toelichten? Precies zoals ik het zeg. Kijk, in zaken, als je twijfels hebt, moet je vaak op je intuïtie afgaan. En als je denkt dat het wellicht niet zo lekker ruikt, dan kun je maar beter geen zaken met die partijen doen. Kijk, juridisch gesproken, dan wacht je totdat iets bewezen fout is. Maar als je dat in zaken doet, dan ben je geld natuurlijk al, dan ben je al je geld kwijt en is het al te laat. Maar had u voor 2012, toen u erachter kwam, ook nooit hints of gehad of geruchten opgevangen dat er misschien sprake zou zijn van een enige financiële relatie tussen de Vries als treasurer en die tussenpersonen? In augustus 2010 werd ik dus wakker. Op die fees. Want om zeg maar de setting te schetsen. 1 april 2010 fuseerde nieuw ABN AMRO met Fortis. Daarvoor mochten we niet met elkaar praten. Mm-hmm. Of niet te veel. Medio 2010 verhuisde de treasury van Fortis van het Rokin naar de Zuidas en kwam dus bij mij erbij, mm-hmm, op de vloer. Mm-hmm. En vanaf dat moment was het mede mijn verantwoordelijkheid wat daar gebeurde, zeg maar, qua counterparty risk. En voor die tijd had ik daar weinig zicht op. Kent u het eenmansbedrijf FMS Finance van de heer Jacco Groeneveld, voormalig bankier bij Fortis? Ik heb dat gelezen in de krant, ja. Ik ken het bedrijf niet. En ik heb ook begrepen dat hij is begin 2010 is hij weggegaan. Ik meen zo'n april, mei 2010. Maar kende u Groeneveld persoonlijk? Ik heb hem wel eens toen ontmoet, ja. En ik denk dat hij... Het zou best eens kunnen dat hij vertrokken is, omdat hij wist dat we, zodra hij zou verhuizen naar de Zuidas, dat het afgelopen zou zijn. Wat zou dan afgelopen zijn? De handel met Vestia in ieder geval.
Heeft ABN AMRO Groeneveld ooit betaald? Bij mij weten niet. Nee. Maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar ik weet wel dat onze commerciële man toen met hem gesproken had. Of er wat zaken te doen waren tot wederzijds voordeel. Maar ik meen me te herinneren dat onze commerciële mensen daar niet op ingegaan zijn. En als je over die derivatenhandel spreekt, ook in die coöperatiewereld, dat ging vaak om forse bedragen en ook forse fees, u zei het zelf al, dan zou je daar snel kunnen de conclusie kunnen trekken dat iedereen wel een stuk daarvan voor zichzelf wil in die handel. Zoals ik wel zei, ABN AMRO heeft geen dubbeltje betaald. Nee. En er is ook sprake van, ik heb gelezen, helikoptertochtjes, sushi bars, allemaal mooie verhalen. Nou, ik kan u verzekeren dat in mijn contact het niet verder is gegaan dan een glaasje karnemelk en een krentenbol. Ja, ook lekker trouwens. Op het moment dat Fortis, u kwam erachter bij de fusie dat er sprake was van fees aan die tussenpersoon. En u zei, nou ja, stop, we hebben een onderzoek gedaan. Wat kwam daar dan eigenlijk uit? Want u wilde daarmee stoppen met dat fee-verhaal. Ja, ik ga daar natuurlijk niet over. Als riskmanager ga ik niet over het betalen van fees. Dat is meer een commerciële beslissing onder auspiciën van de compliance afdeling. Maar de commerciële mensen hadden ook op dat moment hebben toen besloten van we stoppen ermee. Maar u dus we waren het roerend met elkaar eens. Maar u gelastte wel een onderzoek, zei u straks. Ik heb niet zoveel gelasten. Ik zit zo, meneer Zalm die kan misschien gelasten binnen onze bank, maar ik niet. Maar ik heb verzocht aan internal audit om er eens naar te kijken. Ja. Meneer Van der Zouw, hoe voorkomt nou ABN AMRO dat in zo'n derivatenwereld met grote bedragen, dat de een ook een stuk van de handel wil en de ander, en het uiteindelijk onoverzichtelijk wordt of niet meer correct gebeurt? Of hoe gaan de banken ABN AMRO dan mee om dat te voorkomen? Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om hebzucht te voorkomen. Natuurlijk is het zo dat tussen 2000, 2000 en 2009 dat er fors in derivaten werd gehandeld. En niet alleen met woningcorporaties, maar er zijn natuurlijk heel veel andere voorbeelden wat er allemaal in Londen gebeurde, New York gebeurde. En ja, ik wil even. Het is natuurlijk heel moeilijk om hebzucht uit te bannen en. En waar stopt de hebzucht en waar wordt het fatsoenlijk zaken doen? Ik geef nog even kort het woord aan de heer Bashir. De voorzitter stelde u net een aantal vragen over de heer Groeneveld. Hij heeft vroeger ook bij Fortis gewerkt. Heeft u het verhoor met hem gevolgd? Ja, deels. Niet 100%. Want ik eerlijk gezegd was ik op vakantie en ben ik hiervoor teruggekomen. Ja, ja. Want hij verklaarde ook dat hij in zijn tijd als medewerker van Fortis geld had gekregen van de heer Greven om een eigen BV op te zetten. Die BV heeft hij nooit opgezet. En hij verklaarde ook dat hij het gemeld had dat hij een BV ging opzetten. Maar hij heeft de BV nooit opgezet. Maar hij wist niet of hij gemeld had of het geld wat hij cash had gekregen ook gemeld was bij Fortis. Ik neem aan dat bij ABN AMRO als juridische opvolger van Fortis alle alarmbellen zijn gaan rinkelen en er is een. Bij dit verhoor van de afgelopen maand, ik neem aan dat binnen onze bank, maar goed. Ik ben natuurlijk risk manager. Ik ben geen jurist, geen compliance man. Maar u bent maar daar niet over gebriefd. Dat de alarmbellen wel afgegaan zijn bij ons intern. Ja. De alarmbellen zullen ongetwijfeld afgegaan zijn, zegt u. Maar u bent daar niet over gebriefd in aanloop naar dit verhoor? Ik ben wel gebriefd voor zover relevant. Ja. En de alarmbellen zijn afgegaan en is nu al een onderzoek begonnen? Dat weet ik niet.
Dan nog een vraag over, over dat onderzoek waar u net over had. U zei, ja, er is een interne audit begonnen naar aanleiding van die vies. Wat is daar uitgekomen? Er is uitgekomen, maar dat is niet met mij gecommuniceerd, want ook de commerciële man had gevraagd om een zeker check door de veiligheidszaken. En daar, bij mijn weten, kwam er wel uit naar voren van, doe maar geen zaken. Verder heb ik geen details daarover. Ja, oké. Okay. Voorzitter. Dan nog kort een vraag van collega Groot. Ja, voorzitter, twee korte vragen als het kan. U kreeg een vermoeden dat dingen niet in de haak waren toen u kennis nam van 4 betalingen. Hoe kan het dan? Waar baseerde u dat? Dat gevoel? Gingen dat soort geruchten in de markt? In de eerste plaats op basis van 35 jaar bankieren. Dit is niet de eerste, laten we zeggen, nare zaak die ik meemaak. En dat is. Ging hier informeel wel eens verhalen over in de kringen waar u nu verkeerde, in bankaire kringen, van dat hij toch. Er gingen wel wat verhalen, geruchten rond, ja. Ja. En. Dan is het toch logisch dat het WSW, dat toch ook zijn oog en oor in de markt heeft, toch ook dit soort geruchten hoort? Maar dat we even goed stelden, was dus ik had geen enkele weet en er was ook geen gerucht dat er geld werd doorgeschoven. Dat hebben we pas gehoord in 2012. Dat er dat de heren al elkaar goed kenden. Mm-hmm. Die geruchten gingen wel. Maar mij weten geen geruchten dat daar over en weer betaald werd. Dus dat is gewoon het gevoel dat de relaties soms niet helemaal strikt zakelijk waren. Precies. Ja. En dan nog een vraag. U had het over die CSA's, die contract die afgesloten werd in 2005, meen ik dat u zei, met Vestia. Ja. Daarin is dan ook al sprake van indekken tegen liquiditeitstekorten, margin calls. En we hebben vanmiddag eerder gehoord van meneer Ink dat hele verhaal van het indekken van liquiditeitstekorten, dat pas iets speelde na 2008, na de financiële crisis. Maar als ik u goed beluister, is het al veel langer staand beleid, gewoon in ieder geval bij ABN AMRO en ik neem aan ook bij andere banken. Het liefst, zeker als het op forse schaal wordt gehandeld, sluiten wij credit support annexen af. En het voordeel is dan dat ons risico beperkt wordt. En ook dat wij. Dat hele verhaal met die thresholds, dat is gewoon staande praktijk, gewoon bij als de derivaat in het spel zijn. Ja, dat is niet iets wat pas is gekomen nadat de financiële crisis in 2008 is uitgebroken. Nee, dat was al standard practice met financiële partijen, bijvoorbeeld met alle pensioenfondsen. Pensioenfondsen willen ook pertinente nul thresholds, CSA's met de banken. Mm-hmm. Want je moet goed beseffen, het is natuurlijk, je kan wederzijds exposure krijgen. En nu, omdat de rente gedaald is, want de banken exposure op de woningcorporaties. Het kan natuurlijk ook omgekeerd zijn. Ja. Dus pensioenfondsen sluiten standaard nul thresholds, CSA's af, maar banken onderling ook. En dat we dat gaat nu dan weer een stapje verder, dat we innoveren naar een centrale counterparty. Ja. Om de tegenpartijrisico's onderling nog veel minder, nog meer te verminderen. Goed, dank u wel. Dank meneer Groot. Meneer Van der Zouw, dank. Ik sluit deze vergadering.